Welkom bij een nieuwe aflevering van Game News. Het is vandaag maandag 16 maart 2020. En mijn naam is Chris. Ja, we beginnen natuurlijk vandaag weer met het coronavirus. Want op de eerste dag van de lockdown in Nederland is er weer heel veel nieuws naar buiten gekomen. Ja, ik wou in ieder geval eventjes zeggen van tevoren van ja, mocht eventueel iemand ziek zijn in je familie of ja, mensen die je kent die ziek zijn, heel erg veel beterschap. Mocht jij ziek zijn, ook natuurlijk beterschap. Pas goed op elkaar, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Allereerst het nieuws over First Look, want ik heb begin vanmiddag een mailtje binnengekregen omtrent First Look 2020. Die is namelijk afgelast. Je ziet eventjes een berichtgeving in beeld. Het is een standaard mail die wij allemaal binnen hebben gekregen. Met pijn in ons hart moeten wij mededelen dat er dit jaar geen editie van First Look zal plaatsvinden. De reden hiervoor is de onzekerheid rondom het coronavirus en de gevolgen die dit heeft voor de marketingkalender en budget. Allocatie van de gaming-industrie en aanverwante markten in 2020. Een mooie zin is dat. Nou, in ieder geval wat er natuurlijk het probleem is dat als alles opzij geschoven wordt, ja, dan wordt First Look natuurlijk een beetje de gebeten hond aangezien. Afgelopen jaren, moet ik eerlijk zeggen, de bezoekersaantallen behoorlijk terug zijn gegaan. En ook kleiner is geworden, dus dan wordt het nog minder aantrekkelijk natuurlijk. Nou, de productie, sales en promotie van de grootschalige evenementen zoals First Look heeft een lange aanlooptijd nodig. De ontstaande onzekerheid maakt dat het risico van opstarten van dergelijke productie op dit moment te groot is. We hopen onze trouwe community en partners in 2021 weer mogen te verwelkomen. Nou ja, met vriendelijke groet. Ja, het is natuurlijk zo dat First Look in oktober is. Maar ja, heel langzaam verschuift de hele agenda, dus het wordt echt een heel groot probleem dit jaar om überhaupt denk ik wel festivals te organiseren. Ja, ik heb in ieder geval toevallig wel meteen een tweetje binnengekregen over Gamescom. Die gaat in ieder geval wel voorlopig nog door. Dat is natuurlijk eventjes uit mijn hoofd eind augustus. Dat is eigenlijk de enige die nog niet afgezegd is. We hopen natuurlijk dat het TZT natuurlijk dan doorgaat nog. Dan NBA 2K20. Die heeft een bug namelijk vanwege het coronavirus. Basketbalgame NBA 2K komt namelijk in de problemen daardoor. Omdat er namelijk, er zit een online modus in. En dat gaat om de My League modus. En normaal gesproken, en er staat bij in ieder geval in deze modus, bouwen spelers een carrière op met data van de huidige NBA seizoen. Denk hierbij aan statistieken van spelers en speelschema's. Ja, dat wordt dus niet geüpdate omdat de NBA ligt plat in Amerika. Ja, daar wordt in ieder geval waarschijnlijk wel naar een oplossing gezocht. 2K heeft in ieder geval daar nog niet op gereageerd, zag ik. Dus dat moeten we nog eventjes afwachten wat de toekomst ons brengt daarover. Pokémon Go komt ook met een corona-update. Sterker nog, er is al een update voor geweest. Het is namelijk zo, natuurlijk met Pokémon Go is het eigenlijk de bedoeling dat je veel naar buiten gaat en natuurlijk Pokémons gaat zoeken. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg lastig in deze tijd. Ook niet aanraadbaar natuurlijk. En moet het natuurlijk zoveel mogelijk problemen niet te... Er moeten geen problemen komen, om het zo te zeggen. Ze hebben er in ieder geval voor gezorgd door die update dat er minder stappen hoeven gezet te worden om eieren uit te broeden, onder andere. En de wachttijden voor de Pokémon stops zijn een stuk korter. En er komen nog meer updates aan. Pokémon's kun je dus veel sneller vinden in je eigen huis. Nou ja, al met al een goede update natuurlijk. In ieder geval een goede tijdelijke update. Team kwam met cijfers naar buiten, want ja, opmerkelijk genoeg. Nou ja, eigenlijk niet opmerkelijk genoeg. Mensen gaan meer gamen. Gewoon zo simpel is het. Er waren op zondag 19,7 miljoen spelers tegelijkertijd op Steam. En het was een miljoen meer maar liefst dan het vorige record. En onder andere Counter-Strike Go was de populairste game met ongeveer 1 miljoen spelers. Daarnaast werd heel veel Dota 2, PUBG en Rainbow Six Siege gespeeld. En DFC Intelligence die heeft gezegd, dat is een, hoe moet je het uitleggen, het is een analistenbureau. Dus die zoekt gewoon allerlei dingen op en wat er kan gebeuren. Die maken daar artikels over. Nou, die heeft gezegd in ieder geval dat dus Sony en Microsoft in de problemen kunnen komen door deze pandemie. Die op dit moment bezig is natuurlijk. Het is namelijk volgens hun, is de kans groot dat de Xbox en de PlayStation wordt uitgesteld. En als die al gaat komen,
dat er dus in ieder geval minder consoles beschikbaar zijn bij de release. Ook dat moeten we natuurlijk nog even afwachten, maar ik begrijp natuurlijk dat er natuurlijk problemen zijn met de aanlevering van onderdelen van deze consoles. En daardoor kan weer het volgende probleem komen, dat natuurlijk dat er te weinig zijn, dat het minder gereleased kan worden. En dat ze er misschien daarom juist ook dat gaan uitstellen. Ook dat nog eventjes afwachten. Dan het overige breaking nieuws, want tegelijkertijd is ook Microsoft met de volledige specificaties van de Xbox Series X naar buiten gekomen. Natuurlijk de console die eind van dit jaar moet uitkomen rondom de feestdagen. Ik heb in ieder geval een videootje in de beschrijving staan. Daarin vind jij in ieder geval de console, die kun je helemaal zien. Je ziet daar beelden van. Eigenlijk is het dus niet zo'n hele grote console. He, iedereen maakte er geintjes over dat het een hele grote koelkast was. Nou, dat valt dus eigenlijk nog wel mee. En er wordt al wat dingen over verteld. Nou, dat is in ieder geval heel erg interessant natuurlijk om te kijken. Maar in ieder geval, de specificaties die staan hier voor mijn neus. Ik zal ze even dus opnoemen. Er staat in ieder geval een 8 keer Zen 2 core processor in met 3,8 gigahertz. Even voor de nerds onder ons. 12 teraflops is de GPU. De memory is van de GPU is 16 GB GDDR6. Wat is nog meer belangrijk? 1 terabyte harde schijf SSD. Daarnaast een 1 terabyte expansion card kan erin. Expandable storage staat er. USB 3.2 support. Natuurlijk een 4K Blu-ray drive. En de ondersteuning van Sol is in principe standaard 4K 60 fps. Maar ze zijn het nog aan het opkrikken, zeg maar, naar 120 fps. En onder andere Gears 5, die natuurlijk op dit moment uit is, die draait daarop op dit moment al op 100 fps. Dan een leak over GTA 6, want GTA Online spelers denken namelijk de locatie gevonden te hebben waar GTA 6 zich gaat afspelen. GTA 6 is overigens natuurlijk nog steeds niet aangekondigd op dit moment. Dus het zijn allemaal leaks, hints, zeg maar. Het gaat namelijk erover. Er is namelijk een update uitgekomen. Een Open Wheel Races series DLC. En het gaat om de DLC Hates of Society. En als je daar op kijkt, en je ziet ook even trouwens een plaatje in beeld, dan vertoont het gelijkenis met de stad waar Vice City op gebaseerd is, namelijk Miami, Florida. We hebben natuurlijk een GTA Vice City gehad. Dat was ook gebaseerd op Miami, Florida. Dus ik denk dat het vervolg misschien wel daar zich eigen afspeelt. En er is een gedeelte wat lijkt op Chicago, Michigan en Mexico. Dus het lijkt er allemaal wel op dat het misschien wel daar gaat afspelen. Het zou wel, ik denk wel heel erg tof zijn. En ja, als je ook zo kijkt, lijkt me ook wel heel erg groot zijn. Maar ja, we moeten nog even afwachten. Ik had al eerder gezegd, misschien over een paar dagen, dat er wat meer nieuws over naar buiten komt. Misschien wel rondom het hele gezeur met het coronavirus, dat ze dat misschien wat eerder naar buiten brengen. Je weet maar nooit natuurlijk. Nog even afwachten. Vanaf aanstaande donderdag kan je de demo downloaden van Resident Evil 3. Hij verschijnt in ieder geval op de PlayStation 4, Xbox One en op de PC. En er is daarnaast ook nog aangekondigd dat er vanaf 27 maart een open beta gaat verschijnen van de nieuwe Resident Evil Resistance modus. En spelers kunnen daarin de controle nemen over een van de meesterbreinen die vallen zet voor een team van 4 spelers dat probeert te overleven. De aankondigingstrailer van de demo die vind je in de beschrijving. Dan wat nieuws over de nieuwe Call of Duty, natuurlijk Call of Duty Modern Warfare. De game mode Warzone is natuurlijk pas geleden uitgekomen. De nieuwe Battle Royale van Call of Duty, die ook natuurlijk standalone te downloaden is en gratis speelbaar is. Nou, op dit moment kun je natuurlijk met 150 mensen de server op. En ze hebben in ieder geval aangekondigd dat je ook binnenkort met 200 mensen de server op kan komen. Dat is natuurlijk heel erg fijn, want ik moet je eerlijk zeggen, het is natuurlijk een super grote map. 4 keer zo groot als de Black Ops 4 map Blackout. En 150% meer spelers. Die verhouding is natuurlijk wel een beetje, beetje raar. Maar 200 mensen, dat is natuurlijk super fijn. Ik verwacht gewoon ook dat je gewoon meer kills kan maken natuurlijk. Aangezien de cirkels natuurlijk net zo snel gaan. Er is nog niet naar buiten gekomen wanneer dat gaat komen. Maar ik verwacht zelf morgen, aangezien meestal op dinsdags de updates komen. En anders misschien pas volgende week, maar ik hoop morgen. Ja, op dit moment zijn er ook heel veel mensen die de game natuurlijk spelen.
15 miljoen mensen zijn we gepasseerd al die deze game spelen. Meer dan Fortnite bij het begin, al moet ik wel zeggen dat ik vind dat je het niet helemaal serieus moet nemen. Aangezien Fortnite natuurlijk de eerste game was die zo populair was met Battle Royale. En dit is natuurlijk, gewoon heel simpel. Deze is later uitgekomen, dus iedereen weet eigenlijk al wat je kan verwachten. Maar hoe dan ook, hele mooie cijfers hiervoor natuurlijk. En nog even afwachten voor die 200. En het laatste nieuwtje van vandaag gaat over Nintendo. Want ik had vorige week al gezegd dat er waarschijnlijk livestreams gaan komen deze maand over allerlei games. Nou ja, Nintendo heeft in ieder geval Indie World direct aangekondigd. Morgenavond gaat hij dus van start om 6 uur 's avonds, 5 uur UK time. Nou, het is gewoon natuurlijk 6 uur dan bij ons. En ik zet een linkje ernaartoe in de beschrijving. Natuurlijk zie je allerlei indie games die dit jaar moeten uitkomen voor de Nintendo Switch. Dit was in ieder geval weer het game nieuws van vandaag. Nou, ik zou zeggen, vond je dit een toffe aflevering? Like dan eventjes deze video, dat zou ik super fijn vinden. En laat vooral in de comments weer iets leuks achter. Waar ben jij allemaal hype voor? Ik ben benieuwd. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye. En later.